Rolf Stroijer wint de Grand Prix van Nederland voor zijspan. In de gloriejaren van Egbert Stroijer was het zijspanrace erg populair. Het was het vaste toetje van de TT. Na de gewone motoren kwamen de zijspannen het circuit op. Ziet u het al voor zich? Zijspannen tijdens de TT? Ik zie het helemaal voor me. Jaap Geerts heeft samen met Egbert Stroijer gestreden voor het behoud van de zijspanraces tijdens de TT. Hij was blij toen hij hoorde dat het doorging. Dat het een dag eerder is dan de andere wedstrijden, dat maakt hem niet uit. Je moet gewoon blij zijn dat het begin er is. En dat is natuurlijk fantastisch dat die jongens hier dan vrijdag zal rijden. En wat niet eerst kan komen. En we kijken gewoon in de toekomst verder. Ook voor Benny Stroijer, de zoon van Egbert, is het goed nieuws. Hij is de beste Nederlandse zijspancoureur van dit moment. Ja, gisteravond werd ik gebeld met het nieuws. En daar zijn we heel blij mee. Waarom? Nou ja, ik denk dat het voor ons het mooiste evenement is wat er is. Ik bedoel, het is wel de TT. Met de beelden uit de jaren 80 nog op het netvlies is de terugkeer van de zijspanrace voor velen een nostalgische droom. Potverdorie, het zou toch prachtig zijn als die zijspan hier weer naar afstand kwam. Want Egbert Stroijer die heeft tienduizenden mensen hier naar het circuit getrokken. En nou, rijdt zijn zoon, die rijdt hier mee, grijp je kans, ga daarop in. Wat verwacht je er precies van? Ja, ik hoop een mooie wedstrijd. Ik bedoel, dat is voor het publiek ook goed. Ik bedoel, dat is voor alles goed. Ik hoop in ieder geval dat we bij de top 5, top 6... Dat zou mooi zijn. En wie weet, met een beetje geluk staat er dus weer een Stroijer op het podium bij de TT.